Almeerse reddingsbrigade is begonnen met de Serious Rescue Thuiseditie. Normaal gesproken is natuurlijk in deze tijd een driedaagse vaartocht met 40 boten en 400 lifeguards. Ja, komt er weer, hè? Corona. Dat kan nu niet, want dan heb je wel heel veel mensen bij elkaar tegelijk. Om toch geld op te halen voor het goede doel, want dat is uiteindelijk de bedoeling, is er een alternatief bedacht. Het geld gaat dit jaar trouwens naar het Rode Kruis. Ja, we praten erover met Patricia Werkman, voorzitter van de reddingsbrigade Almere. Patricia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren zijn jullie begonnen. En ook vandaag en morgen is het nog, die Serious Rescue Thuiseditie. Leg eens even uit, wat is dat? Nou, we hebben voor alle deelnemers een aantal challenges. Dat zijn er 6 op een dag. Dus daarmee hebben we toch de start. We hebben de 3 wissels op een dag. En we hebben de finish en het avondprogramma. Hebben we toch nog een beetje het Serious Rescue gevoel. En hopen we ook geld op te halen voor het goede doel. Ja. En wat moeten mensen dan precies doen? Want wat zijn dan die challenges? Nou, normaal doen wij sponsorzwemmen. Halen we met al die baantjes die we zwemmen, halen we geld op. Dus mensen hebben nu thuis op de vloer, op een karretje, hebben ze droog gezwommen om toch een baan te kunnen zwemmen. We hebben een challenge gehad met eten maken. Want wij moeten natuurlijk creatief zijn met 400 man koken. Moet je toch iets bedenken van tevoren. En meestal eten we stampot. Dus ja, dat missen we ook. Hè. Dus gisteren hebben mensen ook allemaal gekookt en hebben daar filmpjes van gemaakt. Vandaag moet je ook op een bepaalde tijd je tas inpakken. Want als wij met 400 man wakker worden, moeten we daarna wel binnen een uur allemaal die hele zaal opgeruimd hebben, ontbeten hebben en naar de boten. Dus dat moeten mensen wel in een bepaalde tijd doen. Nou, dat soort challenges hebben we bedacht. Oké, en mensen laten zich dan sponsoren om uiteindelijk dus geld op te halen voor dat goede doel, het Rode Kruis. Ja, dus ze vragen als andere mensen willen zien hoe ze hun challenge hebben gedaan, vragen ze daar geld voor of ze verwijzen direct naar de Kom in Actie site. En daar kunnen mensen dan geld doneren. Ja, want hoeveel geld hopen jullie op te halen? Nou, het streefbedrag was 1000 euro. Dat is al gehaald zelfs voor Serious Rescue, maar daar moet natuurlijk veel meer bij. Want het geld is voor het Rode Kruis. En die staan nu op dit moment echt ook in de vuurlinie voor corona. Om daar toch bij te helpen en de andere hulpdiensten te ondersteunen. Wij willen ons steentje daar ook weer aan bijdragen. En op die manier halen we willen we dat geld ook doneren. Ja, nou is het even natuurlijk wel, als we geen corona hadden gehad, dan kon iedereen natuurlijk zien wat jullie deden. Hè. Nu moeten mensen het natuurlijk dan thuis ook doen. Hoe kan iemand bewijzen dat hij inderdaad iets heeft gedaan? Moet hij daar een filmpje van maken? Dat lijkt me wel, toch? Ja, wij krijgen allemaal filmpjes, krijgen wij toegestuurd. En de leukste, die delen wij ook op onze Facebookpagina. Oh, oké. Okay. Dus mensen die benieuwd zijn, die kunnen daar eens even een kijkje nemen. Ja, zeker. Ja, hey, want wie bedenkt die eigenlijk, die challenges? Doe jij dat? Nee, we hebben gewoon een aantal leden die zijn daar heel creatief in. Dus wij hebben samen met die leden hebben we gezeten en bedacht van wat willen we doen om toch dat Serious Rescue gevoel naar voren te brengen. Ja. En dat is aardig gelukt. En wat vind je nou zelf de allerleukste van die challenges? Ik moet even nadenken. We hebben eigenlijk, ik vond die, gisteren hebben we er ook eentje en dat was een M&M challenge. En we zijn natuurlijk met 400 man in een grote zaal. En in die zaal, dan moet je toch maar je teamleden vinden. En met die M&M'tjes of wat dan ook aan kleurtjes, moet je dat dan even snel uitzoeken en kijken in hoeveel tijd je dat kan doen. En dat is prima thuis te doen. Ja, die zijn inmiddels op die M&M's, denk ik. Dat zou ik zeggen, ja. Ja, inmiddels wel. Je houdt geen teamleden over. Goed, nou hartstikke leuk. Ik wens jullie nog heel veel succes met deze actie. Ja, dankjewel. Oké, Patricia Werkman was dat. Ze is voorzitter van de reddingsbrigade Almere.